is een probleem. Er zit namelijk nu een vliegtuig in de lucht die nergens kan landen. En daarom moeten wij zo snel mogelijk een vliegveld bouwen in Roblox. Maar eerst moeten we het vliegtuig wel vertellen dat hij nog eventjes in de lucht moet blijven. En dat kan je vertellen door op dat blauwe duimpje omhoog te drukken. Dus laten we er met z'n allen op drukken in 3, 2, 1. Daar gaat ie! Roblox Airlines krijgt juist een signaaltje binnen dat we nog één rondje om moeten. Klik ook op de abonneerknop hier beneden. Ik sta hier in Roblox en er ligt hier 12.000 euro. Oh, heb ik dat nu? Hallo? Ik wil geld! Hallo, mag ik geld? Ik weet niet hoe ik het moet collecten, maar er staat tenminste wel touch to claim. En oké, nu heb ik een tycoon en nu heb ik dus als het goed is ook al mijn geld. Dus dat is helemaal top. We moeten hier wat activeren en dit kost 200 Robux. Oh, dat wil ik niet. Maar we kunnen wel starten met werken voor 0 dollar. Dus hoppakee, wow! Wat? Er staat nu al een heel deel van ons vliegtuig klaar. Van ons vliegveld klaar. Hier worden namelijk alle koffers in ingeleverd. Wat super tof is. En hier kunnen we nu dus ook geld gaan verdienen. Oh, en het eerste geld komt binnen. 75 euro. 150 euro. Oké, dit gaat best snel op deze manier. Dat is helemaal super. Ik heb bijna mijn eerste... Yes, ik heb mijn eerste 1000 euro. Wat kunnen wij hiermee kopen? We kunnen een dropper kopen. Dus laten we die er maar bij kopen. Wow, en deze kunnen we nu zometeen ook gaan upgraden. Oh nee, dat kan niet. Die kosten Robux. Maar wow, nu hebben we dus 2 mensen die hier aan het werk zijn. En gaat het geld nog sneller binnenkomen. Dit is helemaal super. Hallo, ik wil geld. Kom maar hier met mijn geld. Dankjewel. Dit is eigenlijk een soort pinautomaat waar ik alles op binnenkrijg. Dus dat is helemaal super. En ik wil eigenlijk een upgrader kopen. Ik zie hier namelijk dat je een upgrader kan kopen voor 1500 euro. En toevallig heb ik dat geld. Dus laten we hem maar kopen ook. Hoppakee, we hebben een upgrader voor de tassen. En nu komt er dus nog, als het goed is, meer sneller geld binnen. Want hoe meer tassen er binnenkomen, is hoe meer klanten er komen. En hoe meer klanten, is hoe meer geld er natuurlijk binnenkomen. En ja, wij houden van geld. We kunnen er ook een wall dropper bij kopen. En nu kunnen hier dus blijkbaar ook koffers uitkomen, denk ik. Ja, daar komt al een koffertje uit, de wall dropper inderdaad. Oké. We moeten dus eigenlijk gewoon zoveel mogelijk droppers hebben. Daar komt het tot nu toe tenminste wel op neer. Hier kunnen we het ook wat sneller laten gaan. Maar hoe meer droppers we hebben, hoe meer geld er dus ook binnenkomt. Hier kunnen we ook nog een dropper zetten voor 15.000 euro. Jeetje. En we kunnen nog een tweede upgrader kopen voor 7.500 euro. We kunnen hier nog een dropper kopen voor 3.500 euro. Euro. Het is slim om die als eerste te kopen, denk ik. Ook kunnen we zo meteen gaan beginnen met het bouwen van het hele vliegveld. We kunnen zo meteen bijvoorbeeld een parkeerplaats bouwen als we alle upgrades als eerste hebben gekocht. Dan kunnen we nog een front wall plaatsen. En dan kunnen we hopelijk zo meteen ook de landingsbaan klaarmaken voor het vliegveld wat nog in de lucht zit. Ik heb nu tenminste sowieso het geld om nog een dropper erbij te kopen. Hallo mevrouw, welkom! En ik heb ook nog geld over. Dus laten wij maar de eerste muur kopen van het vliegveld. En dat is de front wall. En we moeten ook eigenlijk een deur hebben. Alleen kost die deur wel 5000 euro. Maar gelukkig gaat het geld echt steeds sneller en sneller. Omdat ik er dus ook meerdere droppers bij heb gekocht. Ik zie hier ook dat we voor 3.500 euro het hier nog sneller kunnen laten gaan zelfs. Dus laten we dat ook maar gewoon gelijk erbij kopen. Hoppakee, dit gaat nu als het goed is... jeetje, er komen heel wat koffers binnen ineens. Laten we er ook een parkeerterrein bij plaatsen. Ik bedoel, ik denk dat als wij er een parkeerterrein en alles bij hebben, dat er dan nog wel meer klanten kunnen komen hier zo. En we kunnen hem nog uitbreiden voor 5000 euro. Alleen heb ik dat nog niet. Ik heb wel genoeg geld om de backwall te kopen. Oh my... Oké, dit gaat er best vet uitzien. We kunnen hier nog de zijmuur erbij kopen. Dat is handig. Kunnen we de andere muur er ook alvast bij kopen? Oh ja, zeker. Hoppakee. Dan lijkt het tenminste al gelijk wat meer op een vliegveld hier, zoals je er binnenkomt. Ik denk dat dat ook wel wat meer mensen gerust gaat stellen, hoop ik. In plaats van dat ze op straat een vliegveld instappen. Laten we er ook wat borden bij zetten. Dat is denk ik wel handig. Dan weet iedereen natuurlijk waar die naartoe kan vliegen. Ik vind het alleen wel raar, want er vertrekken dus blijkbaar al vluchten, maar er is nergens een vliegtuig te bekennen. Eén ding wat we sowieso wel nodig hebben, dat zijn camera's. Dus laten we er maar wat camera's... Oh, daar hebben we nu een security camera hangen. En wat scanners, die moeten we ook hebben voordat je in het vliegveld ingaat. En hierachter komt blijkbaar het hele gebouw, denk ik dan, van het vliegveld. Dus dat wordt wel super vet. Laten we ook gelijk een tweede upgrader erbij zetten, waardoor we waarschijnlijk nog meer geld krijgen voor alle tassen die er binnenkomen. Kijk dan hoe snel dat geld nu binnenkomt. Op deze manier kunnen we alles zo makkelijk kopen zometeen. Dus dat is super. Want we zouden al een dak kunnen kopen. En dat is wel echt een must. Dus hoppakee. Het dak staat er ook op. We kunnen ook wat lampjes erbij kopen voor 500 euro. Dus laten we
we die er maar ook gelijk bij kopen. Dan is het tenminste een beetje verlicht als het nacht is hier. Eigenlijk wil ik wel deze extra wall dropper erbij hebben. Alleen kost die dus wel 7.500 euro. Ik heb al 5.500 euro. Dus dat komt wel goed uit. Dus laten we nog even wachten totdat ik genoeg geld heb. Dus kom maar door met mijn geld. Dankjewel. En dan gaan we zo meteen die dropper erbij halen. Zo, oké. Ik heb het geld. Hoppakee. Wall droppertje erbij. Oh, dit is super. De enige dropper die we nu nog hoeven te kopen is de dropper hier aan het einde voor 15.000 euro. En dat geld heb ik nog lang niet. Dus laten we daar nog maar heel eventjes mee wachten voordat we die gaan kopen. We kunnen er wel wat bankjes bij kopen. En dit ziet er gelijk al veel leuker uit. Die bankjes konden we volgens mij ook inderdaad aan deze kant zetten. En oh nee, het is buiten aan het regenen. En oh, we hebben een klant. Hallo meneer. Maar ik ben blij dat we een dak hebben. Want daardoor komt de regen tenminste nu niet binnen. Want dat zou het zijn als het binnen zou regenen. Dan zouden alle computers nat worden. Er waait alleen wel wat regen naar binnen hier door de deur. Dus kom op, geef me geld. Ik heb een nieuwe deur nodig. We hebben het snel nodig. Dus kom maar door. Oeh, we hebben bijna genoeg geld. Nog even één keertje erop. Yes, 5.000 euro. Hoppakee, deurtje zit erop. Wow, en we hebben zelfs een laserdeur. Kunnen we die op deze manier... Oh, wat? We kunnen de lasers uit en aanzetten. Waardoor dus niet iedereen binnen kan komen. Maar ja, we zijn gewoon een openbaar vliegveld. Dus de lasers mogen even uit. Maar dat is wel super. Laten we ook maar een nieuwe vloer erbij kopen. Want dan kunnen we uiteindelijk hier dus ook ons hele vliegveld gaan uitbreiden. Hier hebben we dan ook een scanner nodig. Dus die zetten we daar ook neer. Ik bedoel, het moet niet zo zijn dat je aan de ene kant wel gescand wordt en aan de andere kant niet. Hè? Dat is een beetje apart. De dingen aan deze kant van het gebouw worden wel wat... Oh my god. Hallo! Hoe kom jij aan dat vliegtuig? Er komt hier ineens iemand met een vliegtuig uit de lucht gevallen. Wat? Deze ziet er zo vet uit. Maar deze man die denkt van, weet je wat? Ik zet hier gewoon even mijn vliegtuig neer. Oké. Het is misschien wel het slimste om eerst de laatste dropper er ook bij te kopen. Op die manier kunnen we namelijk al het geld maken wat we nodig hebben voor dit nieuwe gedeelte. Oh, DevTool zegt ooit tegen me. Hallo, DevTool. Ik ga weer naar hem springen. Hallo. Hij gaat ook springen. Wat gezellig. Oh, wow. Wat is er met je gebeurd? Hoezo is die ineens dood gegaan? Hoe kan dat nou weer? Nou ja, zijn vliegtuig staat er nog wel. Dus dat betekent dat die gewoon van mij is, vind ik. Ik heb nu 14.000 euro en ik heb 15.000 euro nodig voor deze dropper. Dus kom maar door met mijn geld. Oh, er zit bijna genoeg geld in. Hoppakee, oké, yes, we hebben genoeg. We kunnen de laatste dropper erbij zetten. Hallo mevrouw, welkom bij het team. Bedankt dat u mij eventjes wil helpen met al deze droppers. Dit is helemaal super, want mijn geld komt nu nog veel sneller binnen. Wow, nu gaat het echt bizar snel. Dat is niet normaal met die laatste dropper erbij. Uh-oh, het begint zelfs nacht te worden. Maar gelukkig is mijn vliegveld mooi verlicht. En kunnen we hier dus gewoon lekker in de nacht doorwerken. Ik heb nu ook 5.000 euro. En daarmee kan ik de allereerste muur kopen voor het nieuwe gedeelte van mijn vliegveld. Ook moeten we eigenlijk ooit... Oh, de deur zit dicht. Hoezo zit de deur... Oh, de deur is wel open. Maar ooit moeten we eigenlijk ook wel even het parkeerterrein uitbreiden. Maar nu nog niet. Nu gaan we eerst even zorgen dat het vliegveld helemaal klaar is voordat we de nieuwe klanten toelaten. Dan kunnen we er nu, als het goed is, nog een muurtje bij kopen. Dan zetten we de achtermuur in. En wow, hier kunnen we nog ons plot uitbreiden voor 50.000 euro. Maar dat kunnen we nog lang niet doen. Wat ik wel wil kopen is een boarding desk. Daar heb ik nog net ietsje meer geld voor nodig. Dus dankjewel. Want dan kunnen we voor 2.500 euro hier een boarding desk kopen. En dit wordt dus waarschijnlijk de eerste gate voor het vliegveld zelf. Laten we ook wat launch access erbij kopen. Oh, de launch. Dit ziet er heel fancy uit. Wat is dit dan? Dit is voor de mensen die met business class vliegen waarschijnlijk. Die hebben dan hier een eigen launch. Dat is zo vet. Dit vliegveld wordt steeds vetter en vetter gewoon. Maar de gate moet wel een beetje mooi versierd worden. Dus wat we sowieso nodig hebben is... We hebben stoelen nodig waar een paar mensen zitten. Hartstikke gezellig natuurlijk. En wat we ook nodig hebben zijn een paar plantjes in de hoekjes. Kijk, dat ziet er veel leuker uit. In die hoek staat nu ook een leuk plantje. Het ziet er gewoon veel voller uit daardoor gelijk. Aan deze kant kunnen we ook stoelen zetten voor 3.500 euro. Dus geef me geld, dankjewel. Zo, dan lopen we even naar deze kant. Hallo, ik wil stoelen kopen. Dankjewel. En wow, we kunnen zelfs voor 10.000 euro een trap kopen naar boven. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hier zitten trouwens echt super veel mensen al in de gate te wachten. Er zitten gewoon 4 mensen hier al. Maar voordat we de trap naar boven gaan bouwen, wil ik eigenlijk eerst denk ik de launch bouwen. Maar dan moeten we dit ook wel afmaken. Hier moet nog een deurtje in. Hoppakee, die staat klaar. En dan gaan we even geld halen om de launch te bouwen. We kunnen hier namelijk al een front wall. Oh, de muur staat er al. Oké, dit is mooi. Dan kunnen we de launch wall maken.
maken. Laten we eerst de achterste maken. Oh, dit ziet er zo vet uit nu al. Dit wordt de vetste en de luxe launch van heel Roblox. Van een vliegveld dan. Dan hebben we natuurlijk ook even hier aan de achterkant een muurtje nodig. Dan hebben we natuurlijk ook even een foodbar nodig. Want ja, je hebt natuurlijk wel cupcakes nodig als je in de launch zit. En wie houdt er nou niet van cupcakes? Ook kunnen we hier even wat stoeltjes zetten. En oh, er staat er gelijk al een zakenman met zijn hoedje klaar. Dan lopen we hier nog even naar binnen. Gaan we een paar plantjes neerzetten in de hoekjes. Ziet er gelijk al veel leuker uit. En natuurlijk nog een dakje erop. Hoppakee. Uh-oh, en we hebben natuurlijk ook nog lampen nodig. En die lampen hier kosten 2000 euro. Wat zijn dit voor lampen? Jongen, jongen. Die zijn mokertje duur. Maar hey, die moeten we gewoon hebben. Want in de launch zitten meestal de mensen die wat meer hebben betaald voor hun vlucht. Daarom dat ze ook cupcakes hebben. Maar de launch is nu tenminste helemaal af. En dat betekent dat we door kunnen gaan naar de rest van het vliegveld. Zo kunnen we bijvoorbeeld de second floor maken. Oftewel de tweede verdieping. En we kunnen de trappen kopen. Maar één ding wat we denk ik eerst moeten hebben, is een uitbreiding voor het parkeerterrein. Want die hebben we heel lang, daar hebben we heel lang mee zitten wachten. Dus hoppakee, nieuw parkeerterreintje erbij. Voilà. Dan kunnen we ook nog een entrance sign kopen. Oh, dit ziet er wel heel vet uit gelijk. Het parkeerterrein wordt steeds mooier en mooier. En we kunnen nog een mooie decoratie kopen aan de ingang. Nou, laten we die er ook gewoon lekker gelijk bij kopen. Hoppakee, hoe gaat dit eruit zien? Oh, dit is zo nice. Allemaal palmboompjes en zo. Dan is het parkeerterrein nog niet helemaal af alleen. Er staat hier namelijk iets voor 3000 euro. En dat is parkeerplaats decoratie. Wow! Hier staan nu ook allemaal palmbomen. Dat ziet er al veel beter uit. Kunnen wij hier alweer iets kopen? Nee, dat kan nog niet. We hebben minimaal 10.000 euro nodig voordat we het volgende dingetje kunnen kopen. Maar ik zie wel hier nog een dingetje wat we kunnen kopen. En dat is een pad aan de zijkant. Oh, dat is wel heel handig. Oh, en er staat gelijk iemand. Hallo! Ik denk dan ook dat we dat pad ook aan de andere kant kunnen kopen. Ja, daar staat hij weer. En het ziet er wel veel vetter uit als je nog zo'n pad aan de zijkant hebt. Echt waar, dit vliegveld gaat zo ontzettend vet worden. Ik heb nu 10.000 euro en daarmee kunnen wij al wel een trappetje kopen. Dus hoppakee, we hebben een mooie trap. Oh, dit ziet er wel heel vet uit. We kunnen ook een tv kopen voor 4.000 euro. Oh nee, ik wil 4.000 euro. Geef me geld! Oh nee, er staat hier nog maar 2.000 euro. We kunnen wel security camera's kopen, dat is altijd wel handig. Oh kijk, er staat hier al gelijk een mooi cameraatje. Maar ja, laat die camera maar zitten, want we hebben nu ook een mooie tv. Kan die aan? Oh nee, je gaat me niet vertellen. Hij kan aan! Wow. Oh nee, er komt een heel naar muziekje vanaf. Oké, nee, de tv houden we nog even uit. Maar hij staat er tenminste wel. Het geld komt steeds sneller en sneller binnen. We hebben nog maar een paar duizend nodig. En dan kunnen wij het dak op hierop zetten. En dan kunnen we zo meteen beginnen met de tweede verdieping. Oh, er zit weer 2000 euro bij. Nog ongeveer 1500 euro nodig. En dan hebben wij genoeg. Kom op, geef me geld, geef me geld, geef me geld. Ik wil het hebben. Kom op. Oeh, bijna. Ja, we hebben 20.000. Uh-oh, hallo, tweede verdieping. Dankjewel. Oh, dit ziet er zo netjes uit. En hier kunnen we dus gaan beginnen met nog veel meer dingen. Hier kunnen we winkels gaan bouwen en al dat soort dingen. Maar dit was het dan voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. Klik ook op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.